Zo, het is vandaag alweer donderdag 17 januari. Het is bijna weer weekend. Maar ik wil eventjes de dag van gisteren doornemen. En de dag van gisteren was tamelijk druk. Wat hadden we allemaal? We hadden multi-CFP, we hadden bezoek van Crucel. We hadden twee grote borders moesten naar een klant bij een hondentrimsalon. Trouwens, een heel aardig verhaal. En Lux, ook nog wat leuks te vertellen over Lux. Laten we beginnen bij multi-CFP. Want wat is multi-CFP? Multi-CFP is een betaalprovider in Nederland. Dus als je bij ons iets bestelt, dan kun je daar via hen kiezen voor een Ideal betaling of een creditcard betaling. Dus die verwerken de data daarvoor. Dus geen data bewerken, maar een verwerker heb ik geleerd. Multi-CFP dus. Dus als je bij ons een credit krijgt, zie je multi-CFP staan. Ja, dat zijn wij in werkelijkheid. Maar zij doen voor ons verzuiming specials en voor boilermarkt en keukenspeciaal en toiletmarkt. Moeten ze de betalingen regelen. Nou, daarna kwam Wendy van Crucel. Want zoals ik al in de blog van dinsdag vermeldde, we hebben wat kleine succesjes met Crucel opbouw komen van beton. En ze kwam de eerste drie of vier geloof ik aflevering, ik weet het niet, drie geloof ik. En dit is het resultaat, dit is dus het beton. Dus zoals ik al zei, beton is een kwetsbaar product. Je moet daar dus niet opgaan met agressieve middelen, maar dan komt het gewoon niet goed. En daarom heeft Crucel over het beton een coating gelegd, zodat het agressieve spul, schoonmaakmiddelen of shampoo of er niet in kan trekken. Dus dan houd je gewoon een mooi product. Dus dat is heel goed. Nou, veel zag gisteren bij de bestelling een hele leuke order. Ja, een hele leuke order van Lux. En het is leuk om te vertellen dat Arjen Thijs van Lux komt binnenkort langs om hier even te vertellen over de noviteiten, de nieuwigheden, nieuwe producten van Lux. Het merk is zo leuk aan het groeien en wij groeien leuk mee. En die wil tijd erin steken om gewoon zijn verhaaltje te vertellen aan jullie. Wat daar gaande is en wat ze dit jaar uitbrengen. En gisteren was ik zelf vrij, want de kinderen, je hebt kinderen, dus je hebt ook kinderfeestjes. De oudste moest naar een kinderfeestje en de jongste ging met papa mee twee grote boilers wegbrengen. Twee boilers van 150 liter. En die waren besteld voor een hondentrimsalon. En dan denk je van, dat moeten grote honden zijn. Hè? Twee boilers van 150 liter is 300 liter, dat moeten knollen zijn of iets. Dus, maar niets was minder waar, we komen daaraan en ik zie alleen maar kleine hondjes. En er zat ook een bouwbedrijf bij in. Dus we hadden ons voorbereid en Lucas is 5. Dus ik denk, dat wordt wat, grote honden, je weet het allemaal niet. En allemaal kleine mondjes van die tekkeltjes. Een stuk of 5, 6 die allemaal rondrennen. Maar bij de hondentrimsalon zat ook een bouwbedrijf. En zo was dat bedoeld. Nou, vandaag de dag, wat hebben we? Donderdag 17 januari. Zometeen komt Jasper, H1. Want we gaan keuken speciaal verder inrichten, opbouwen, afmaken. Zodat die volgende week live kan. En we hebben op Shiny Specials natuurlijk al een categorie met keukenaccessoires, verlichting, koekers. Alles wat je dus bij een keuken kan verzinnen. En daar gaan we apart site van maken. Zodat het wat duidelijker wordt voor iedereen. Een spoelbak met Shiny Specials bestellen voelt het toch niet helemaal lekker. Maar doe je het bij keuken speciaal. Je hebt speciale artikelen, mooie artikelen. Dan is het helemaal logisch. Dus tot de volgende vlog. Fijne dag vandaag. Hoi!